Goedenavond, het nieuws van zondag 26 februari. Nu geen verplichte aidstest, vindt staatssecretaris Dees. De Sovjet-Unie en Iran willen betere relaties. En nog nooit zo'n lage luchtdruk in ons land. Staatssecretaris Dees van Volksgezondheid wil geen verplichte anonieme aidstest invoeren. Hij legt daarmee een advies van de Gezondheidsraad naast zich neer. Nog maar 3 dagen geleden kreeg de staatssecretaris het advies om een groot aidsonderzoek te beginnen. De Gezondheidsraad wil bloed dat voor andere doelen is afgegeven, ook onderzoeken op het aidsvirus. De bloedgever zou niet om toestemming worden gevraagd en van niets weten. Dat kan alleen maar als er een nieuwe wet komt, maar deze wil dat niet. Als ik ja zou zeggen, dan staat in ieder geval vast dat daar een wettelijke basis voor nodig zou zijn. En dat zou een zware afweging betekenen tussen enerzijds een aantal grondrechten van de grondwet en het algemeen belang wat met zo'n aidstest is gediend. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is dat de Gezondheidsraad mij vooralsnog niet heeft kunnen overtuigen van het nut van zo'n aanvullend onderzoek zonder toestemming van de patiënt. Er wordt nu al veel onderzoek gedaan, maar wat ik zou hebben aan dat nieuwe onderzoek is me vooralsnog niet duidelijk. En ik geef er dan op dit moment nog steeds de voorkeur aan om het vrijwillige onderzoek, om dat voor te zetten en zoals de Gezondheidsraad ook vraagt, uit te breiden. Dus die verplichte aidstest, die komt er niet? Die verplichte aidstest heb ik niet het voornemen om op dit moment een voorstel te doen. Als de Gezondheidsraad met betere argumenten voor die aidstest komt, dan wil deze daar nog wel naar kijken. Maar mocht het in de toekomst veranderen, dat we zouden zeggen van nou, we hebben toch die aanvullende gegevens op een andere methode nodig, dan ben ik bereid om die afweging opnieuw te maken. Ja. Dr. Coutinho, een van de mensen binnen de permanente aidscommissie van de Gezondheidsraad die voor anonieme aidstesten is, noemt het besluit van staatssecretaris Dees heel onverstandig. Het is jammer dat er niet meer tijd is genomen om het voorstel zorgvuldig te bestuderen, zegt Coutinho in een reactie. Iran en de Sovjet-Unie willen betere wederzijdse betrekkingen nastreven. Dat bleek tijdens een ontmoeting tussen de Iraanse leider Khomeini en Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Shevardnadze. Toch viel er tijdens het gesprek ook een wanklank. Ayatollah Khomeini vertelde dat hij er ontstemd over is dat Sovjet-president Gorbachev niet bereid lijkt te zijn de Koran te bestuderen. Khomeini had Gorbachev daartoe vorige maand opgeroepen. Minister Shevardnadze beantwoordde de Iraanse kritiek onmiddellijk. Voor zover bekend is Shevardnadze niet ingegaan op de Iraanse oproep de Britse schrijver Salman Rushdie te vermoorden. Inmiddels heeft Rushdie voor het eerst sinds die ter dood veroordeling door Iran weer van zich doen spreken. Hij heeft een boekbespreking gepubliceerd van de autobiografie van de Joods-Amerikaanse schrijver Philip Roth. Het artikel verscheen in de Britse zondagskrant The Observer. Rushdie gaat vooral in op dat deel van de autobiografie waarin Roth vertelt dat juist Joden hem aanvallen op zijn beschrijvingen van het Joodse dagelijkse leven. Roth zegt daarover: "Mijn vernedering werd mijn geluk." Volgens Rushdie werd Roth juist gestimuleerd door de kritiek en Rushdie herkent dat. Het lijkt of hij namens mij schrijft, aldus Rushdie in zijn artikel in The Observer. Het bezoek van de Amerikaanse president Bush aan China is ontsierd door een pijnlijk incident. Tijdens een galadiner dat de Amerikaanse president zijn gastheren aanbood, kwam een van de genodigden, de wetenschapper Fang Lixi, niet opdagen. Al gauw bleek dat de Chinese leiders Fang hadden verboden aan het banket deel te nemen omdat hij een belangrijke dissident is. Toch vroeg George Bush niet om opheldering, maar bleef glimlachen. De president sprak in zijn tafelrede alleen maar vriendelijke woorden, zelfs toen een verslaggever hem toeschreeuwde: "Wat vindt u van de mensenrechten?" Ook tijdens eerdere gesprekken met China's sterke man Deng Xiaoping sneed Bush de mensenrechten situatie niet aan, hoewel daar vanuit de Amerikaanse volksvertegenwoordiging sterk op is aangedrongen. Het gesprek werd afgesloten met een toast. Volgens waarnemers hebben de twee vooral gesproken over die andere wereldleider, Sovjet-president Gorbachev. Gorbachev reisde in mei naar Peking voor besprekingen met Deng. En Deng zou verteld hebben dat hij daar nogal tegenop ziet.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Baker heeft trouwens verklaard dat er wel degelijk over de mensenrechten is gesproken, maar dat dat is gebeurd in de wandelgangen, buiten het officiële programma om. Het kan komende week spannend worden in de drukkerijen. Na de eerste wilde acties bij de kranten dreigt de FNV-bond Druk en Papier nu met estafettestakingen. Vanmiddag kwamen de kaderleden van Druk en Papier in Noord-Holland bijeen om de strategie te bespreken. Er was duidelijk tevredenheid over de acties van vrijdagavond, waardoor zaterdag een aantal kranten niet uitkwam. Die acties werden officieel niet gesteund door de bond. De kaderleden lieten weten dat de werknemers in ruime meerderheid van plan zijn om mee te doen met officieel georganiseerde stakingen. En als grafici gaan staken, dan kun je er toch donder op zeggen dat er echt iets mis is. Want grafici staken in de regel niet. Dat is nou eenmaal zo. Wij zijn een bedrijfstak waar door de bank genomen het minste aantal werkonderbrekingen door de historie heen hebben plaatsgevonden. Overigens, een saillant punt, de afdeling waar de meeste stakingen zijn geweest is de Diamantwerkersbond en die bestaat niet meer. Belangrijk is nu wat de werkgevers zullen besluiten. Die komen morgen bijeen om te praten over het mislukte cao-overleg. Er was bezorgdheid bij de kaderleden dat de werkgevers nu zullen proberen om de grafische cao op te splitsen in een aantal kleinere cao's. Vooral bij de groep van de kleine drukkerijen zal gedacht worden over een aparte cao. Schaatsen nu. Het wereldkampioenschap sprint in Heerenveen. Met een nieuw wereldrecord puntentotaal is de Sovjet-schaatser Igor Zelezovsky wereldkampioen geworden. Zelezovsky was net zoals gisteren heer en meester op de 1000 meter. De Russen sprinten naar een tijd van 1:12:61, 300ste van een seconde langzamer dan gisteren, toen hij het wereldrecord op deze afstand evenaarde. De Sovjet-schaatser bleef in het algemeen klassement de Oost-Duitser Mai ruim voor. De Rus Bachvalov belandde verrassend op een derde plaats. En bij de vrouwen greep de Amerikaanse Bonnie Blair de wereldtitel. Nog nooit is de luchtdruk in ons land zo laag geweest. De barometer van het KNMI gaf vanochtend om 5 uur de laagste stand, 956,6 millibar, een nieuw record. Soms bereikten... In dit geval hebben we te maken met een heel omvangrijke depressie die Gibraltar tot aan de Noordkaap zijn invloed uitoefende. En ook daar dus de luchtdruk laag deed zijn. En de storm is nu ten zuiden van ons terechtgekomen, de Golf van Biscayen, daar heeft een windkracht 12 gestaan. Daar kwam dus de zwaarste storm terecht, bij ons is het een windkracht 8 geworden ongeveer. Han Melling van het KNMI, voor de weeramateurs betekent de extreem lage barometerstand heel wat. Ja, heel veel, want ik hou ze allemaal bij alle records. En dat geeft toch wel een voldoening als je weer zo'n record kan breken. Het is eigenlijk net als in de sport. In de sport zeggen ze ook, ja, hoe ver kunnen gaan? En dan zeggen wij in het weer, ja, het kan niet meer. Maar dan zie je toch weer zo'n luchtdruk, dat dat nog nooit gebeurd is. En dat is toch mooi. De vraag die blijft staan is natuurlijk waar die laagste luchtdruk aller tijden vandaan komt. Het kan zijn dat als de aarde, en dat wil zeggen de atmosfeer, langzaam wat warmer wordt, dat de depressies ook wat actiever worden. En ook op wat zuidelijke breedte terecht gaan komen. Maar dat is voorlopig nog speculeren en het is een onderzoek wat nog wel enige jaren zal duren. Ja, u miste eventjes iets van het begin. Daar moest ik vertellen dat de medewerkers bij het KNMI, maar ook weer amateurs, veel telefoontjes van verontruste mensen hebben gekregen. Omdat ze bang waren voor een hevige storm. Een normaal weerbeeld bij sterke depressies, maar die storm bleef dus uit. Het slechte weer dat dit weekend over Europa trok, heeft vooral in Spanje en Portugal flink huis gehouden. Daar zijn zeker 12 mensen omgekomen door hevige stormen. Voor de kust van Lissabon en in de Golf van Biscayen zijn 3 schepen vergaan in de sterke wind. Soms bereikten die windsnelheden van meer dan 100 km per uur. De lichamen van 4 zeelieden zijn gevonden en er worden nog 35 opvarenden vermist. In Spanje zelf zijn 8 mensen door de storm gedood. Een man werd in de noordelijke stad Valladolid letterlijk van zijn balkon afgeblazen. En verder brachten vallende bomen veel schade toe aan auto's en werden binnenlandse vluchten uitgesteld of afgelast. Het barre weer trok later op de dag in de richting van Italië. En dan tot slot het weer bij ons. De verwachting tot morgenavond. Buien, soms met hagel of natte sneeuw en veel wind. En een middagtemperatuur van zo'n 6 graden. En de vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag voorlopig nog buiig, maar geleidelijk minder wind. Dat was het. Goedenavond.